Wij wilden een bijkomende hal bouwen voor onze verhuisafdeling hier in Deurne om een bepaald aantal goederen te centraliseren en bij de twee bestaande hallen een derde daar aan te laten bouwen om meer efficiëntie te creëren zodat alle goederen op één locatie staan. Mark Smit heeft de gewoonte om iets zeer vlug te willen, iets dat kwalitatief in orde is en dan last but not least scherp geprijsd. Belangrijk was dat in eerste instantie de hal zo snel mogelijk werd opgeleverd. Ten tweede om een totaalconcept uit te werken dat voldeed aan de eisen van de brandweer, waar in dit geval een speciale brandmuur vereist was om de nieuwe hal aan te kunnen bouwen aan twee bestaande hallen. Het betonwerk is uitgevoerd door de huisaannemer, de firma Oorts. En de staalconstructie met bekleding, isolatie, heeft Frisomat gedaan. We zijn bij Frisomat terug terechtgekomen omdat we uiteraard in het verleden al een aantal projecten samen gedaan hebben. En de nieuwe hal die nu werd gebouwd is aangebouwd aan een vorige hal die ook door Frisomat is gebouwd. We hebben de gelegenheid gekregen van de firma Gosselin om te bewijzen dat we dus perfecte industriebouw kunnen aflopen. We hebben een werfleider aangenomen om projecten als deze op een kundige manier te begeleiden. Vandaag gebruiken wij deze hal specifiek voor opslag van pakmaterialen, nodig voor de verhuisafdeling en voor het opslaan van houten liftfans die wij gebruiken voor het verpakken van verhuizingen voor de US government. Door deze hal te bouwen aan de twee bestaande hallen, hebben wij verschillende goederenstromen nu bij elkaar kunnen brengen, zodat we meer efficiëntie hebben gecreëerd en onnodige vervoer tussen andere locaties en deze locatie hebben kunnen uitsluiten. De totaliteit van het bouwproces is voor ons goed verlopen. Momenteel zijn we zelfs al in bespreking voor een klein toekomstig projectje. Dus ik denk wel dat wij elkaar in de toekomst terug zullen tegenkomen. Frisomat, we shelter your business.